Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Opnieuw een nieuwe tourkaarthouder. Het is Tony Martinez. Hij woont nu in België, komt uit Spanje en heeft zijn tourkaart veroverd. Tony, gefeliciteerd. Dank u. Dank u. Ja. We gaan even kijken naar hoe dat nou ging. Je was toch wel een van de verrassingen die zijn tourkaart pakte. We weten natuurlijk dat je kwaliteit kan leveren. Hoe heb je Q-School ervaren? Gewoon, gelijk een darttoernooi op een andere. Heel simpel. Ja, ik moest er niet meer doen als op een andere darttoernooi. Net hetzelfde, gewoon proberen te winnen. Nou, dat ging inderdaad goed. Niveau was er. De first stage kwam je eigenlijk redelijk makkelijk door, hè? De kwartfinale haalde je op dag 2. Was je daar blij mee? Dacht je van, oké, hij is lekker nu binnen? Of had je misschien... Want je was eigenlijk ook al binnen de dag ervoor. Had je misschien nog even een dagje willen darten achterover? Nee, ik was blij dat ik een dagje rust had. Oh ja. Want het is toch een lange week daar zitten. Dus ik was blij dat ik een dagje rust had. Zeker. En dan, dan gaan we even heel snel naar de final stage, hoe je daar speelde. Je speelde jezelf op via de ranking. Eerste drie dagen eigenlijk. De eerste dag haalde je de laatste 16 inderdaad. Dus daar pakte je al wat punten voor de ranking. De tweede dagen daarna gingen net wat minder. En dan dag 4. Dus je staat op in de ochtend. Je weet van op dag 4, dan moet het even gebeuren. En dan gebeurt het ook. Ja, maar bij dag 3 was er iets gebeurd met mijn pijlen. Er brak een punt af. Dus oh nee. Ik heb dag 4 heb ik met mijn reservepijlen gespeeld. Dus je hebt wat ik normaal niet mee gooi. Je hebt je tourkaart veroverd met je reservepijlen. Ja, want dag 3 was een punt van mijn goede pijlen afgebroken. Dus heb ik moeten wisselen van pijlen voor de vierde dag. Maar het heeft je niet slecht gedaan eigenlijk, hè? Nee. Stressvol, nee, zo? Gewoon toeval volgens mij, maar... Dat die brak of zo, maar ik denk niet dat als ik met mijn goede pijl had gespeeld, had ik ook deze gehaald. Mm-hmm. Zeker, en het lukte uiteindelijk. Je haalde de finale van de laatste dag. Ja. Wanneer wist je eigenlijk van die tourcard is binnen? Nadat ik tegen Jimmy had gewonnen. Jimmy Hendricks. Want we kennen elkaar al heel goed, dus we zaten ook aan dezelfde tafel, dus... Ging je die wedstrijd ook in van, oké, als ik hem hier pak, dan win ik ook mijn tourkaart? Of was dat echt pas na de wedstrijd dat je dat besefte? Na de wedstrijd zijn ze me dat komen zeggen van, je hebt gewonnen, omdat je nu gewonnen hebt in de kwartfinale, denk ik, was het. Hè? Mm-hmm. Je zei, als je daar wint, dan ben je automatisch geplaatst. Ja, maar ik vond dat niet belangrijk, ik wou gewoon doorspelen. Een hele nuchtere blik, als ik het zo hoor. Ja, voor mij, als ik het toernooi speel, wil ik gewoon winnen. Je speelt niet voor de zesde plaats of de vijfde plaats. Je probeert gewoon het toernooi te winnen. Gewoon. Ja. Nou, je ging door en dan wil ik toch even naar één wedstrijd gaan die voor de dartfans nogal bijzonder was. Dat was de halve finale tegen de Duitser Dragutin Horvat. Ja. Als hij die wedstrijd had gewonnen, dan had hij een tourkaart gepakt. Ja. Hij had volgens mij meerdere setjes pijlen aan wedstrijdpijlen die hij miste. En toch pakte hij die wedstrijd. Twee. Ja, was er niet een heel klein iets gevoel in jou dat je toch een beetje slecht voelde voor de Dragutin? Nee, niet echt. Want ik kreeg daar een paar verwittigingen omdat mijn voet op de lijn achter hem stond. Oh. Terwijl ze dat niet tegen mij zeiden. Dus ik dacht in mijn eigen, omdat dat een Duitser is, wordt hij een beetje bevoordeeld. Dus dacht ik, ik ga nog harder mijn best doen voor hem te uitdagen. Ja, zo was dat. Dat was echt waar. Want ik heb Nederlandse vrienden die daar achter de vangrail stonden. Mm-hmm. En die zeiden, je hebt net een verwittiging gehad omdat je voet op een meet stond even, terwijl ik daar achter had me staan. Dus het was peanuts. Maar ik was er zo boos om dat ik denk van, nee, je gaat er nu niks halen. En dan gooi ik jou gewoon eraf. Ja, de zenuwen die kwamen tot hem. En je pakt hem gewoon met 6-5. De finale won je dan helaas niet van de Pol Kciuk. Maar dat was ook niet meer nodig natuurlijk. Laten we gaan naar het aankomende jaar. 2 jaar mag je op de Tour darten. Je hebt ook 14 jaar voor het Belgisch Nationaal Team.
uitgekomen. Toch kies je nu voor Spanje. Wat is het verhaal daarachter? Het verhaal is er heel simpel achter. Toen ik me inschreef voor die PDC-toernooi daar in Duitsland, vroegen ze achter mijn nationaliteit. Ja. En op mijn identiteitskaart staat nog altijd Spaans op. Dus ik kan moeilijk Belg opzetten als ik Spanjaard ben. Logisch. Dus wel. Maar in de tijd, hier in België, als je voor België wou spelen, moest je minimaal 5 jaar in België wonen voor je aan de BDB-toernooien mocht meedoen. Dat is gelijkgesteld in Nederland, NDF of zo. NDB, ja. En als je dan punten haalt en je bent bij de top 4, ja, dan kon je voor België uitkomen. Mm-hmm. Dat is ervoor gebeurd gewoon. Nu, de mensen op Facebook vonden dat raar dat ik voor België ging uitkomen. Ja, ik vond het niet raar. Mijn nationaliteit is Spaans, dus moet ik toch spelen voor Spanje? Is toch heel simpel. Nu, heel toevallig, het WK voor koppels. Ja, dan beginnen we allemaal met 0 punten. Die zal ik waarschijnlijk ook meedoen voor Spanje. Dus dat is gewoon extra inkomen, zal ik zeggen. Oké, extra. Dus was, nou ja, dat, maar wel een heel mooi meegenomen natuurlijk. Dat je voor Spanje met die Justitia mag uitkomen bij de World Cup of Darts. Daar moet waarschijnlijk wel, wij twee. Ja. Dus... Heb je een beetje contact met die Justitia? Dat is natuurlijk een nog niet gehad. Wel met een paar collega's daar in Duitsland, maar dat zal wel in orde komen volgende week. Waarschijnlijk zal hij daar ook wel zijn. Dan zullen we wel een beetje praten, Spaans tegen elkaar. Ja, dat zou hij ook wel lekker vinden, dat hij gewoon niet Engels hoeft te praten, maar gewoon even met iemand Spaans. Ja, dat maakt dat waarschijnlijk voor hem ook een beetje gemakkelijker. Ik weet niet hoe goed hun Engels is of zo, maar het zal wel gemakkelijker worden. Ja, je zegt het al, volgende week zo ongeveer ga je naar Engeland toe om de Pro Tour te spelen. Wat verwacht je er eigenlijk een beetje van? Je hebt een aantal jaar geleden op de Eurotour je debuut gemaakt, maar verder eigenlijk niet heel veel op het PDC-circuit in actie gekomen. Ja, ik ga dat eens uitleggen hoe dat komt. In 2017 heb ik dat wel een paar keren gespeeld, maar toen kreeg ik een handoperatie en kon ik mijn hand bijna niet meer bewegen, alleen mijn vingers, mijn werphand. En daar heb ik toch 2 jaar mee gesukkeld. Daarna kwam corona, heb ik kunnen trainen en oefeningen met mijn hand doen. Dat nu helemaal goed is gekomen, dat ik er helemaal geen last meer heb. Nu kan ik weer gelijk van tevoren darten. Oké. Dus dat is er gebeurd. Daarom ben ik een beetje verdwenen uit de PDC, omdat het ging gewoon niet meer met mijn hand. Mm-hmm. En je bent gewoon weer terug en je gaat zo direct je debuut maken. Ja, en dan deze week heb ik weer een contract kunnen krijgen met een sportmanagement van Master Darts. Kijk. Ook een uit Rosmalen. De contract is vandaag zo goed als getekend. Dus alles komt heel mooi bij elkaar. Ik weet niet of je die kent, Frank van Krij, van Master Darts. Ja, die gaat mij management doen voor mij in de PDC. Want hij heeft nog een Belg in dienst, Geert de Vos. Ik weet niet of jij die kent. Ja. Hij zit er ook. Dus we zijn twee Belgen op een mooie plaats. En Rosmalen is toch een bekende stad in Nederland? Ja, nou, dat doe je goed inderdaad. Heb je er een beetje zin in? Ja, heel veel. En Frank ken ik toch al een goede meer dan 20 jaar. Dus we zullen veel van elkaar aan hebben. Mm-hmm. Dus de komende weken zullen we bijna elke weekend bijna weg zijn. Kijk, hartstikke gezellig. Nog één laatste vraag. Ik vroeg het ook aan Brian Raman. Je woont natuurlijk al een hele tijd in België. Ook deze Q-School won, dus Raman van de Boogaarden. Die wonnen hun tourkaart uit België natuurlijk. Jij als een soort halve Belg ook een tourkaart. Dan hebben we ook nog 4 Belgen op de tour. Denk je dat het Belgische darter steeds beter wordt? Beter weet ik niet, want we zijn, ik denk, allemaal al zo goed als de rest. Mm-hmm. Ik denk, bij ons wordt het nu breder. De kern wordt breder. Vroeger hadden we 1 of 2 goede spelers. In de tijd nog van Lea Lauwers en Stefan Eiklas. Nadien is Erik Larijs gekomen en zo. Maar de kern is nu jonger geworden en ook heel breed is die aan het worden. Want er komt nog talent in België, gaat er komen. Maar hij gaat de komende jaren gewoon breder en breder worden. Die boom heeft Nederland 15 jaar geleden gehad. Nu is dat ook een beetje iets minder. Dat gaat nu in België gebeuren. Goed om te zien. Meer Belgen op de Tour en een extra Spanjaard.
Tony. Ik tel voor twee. Je telt voor twee. Ja, veel succes, Tony. Bedankt voor het interview. En hopelijk zien we jou terug op tv. Dank je, Pim, voor de reportage. Is goed. Ja.